Van kinderen die kampen met overgewicht tot files die ontstaan door wispelturig rijden. De gevolgen van onwenselijk gedrag zijn overal om ons heen te zien. Dat gedrag proberen we te sturen met beleid. Maar wat gebeurt er als je bij het maken van dat beleid inzichten uit de gedragswetenschappen toepast? Dat leer je in de MOOC Slim Beleid. Gedragskennis in de praktijk. Door je te verdiepen in het gedrag en de factoren die van invloed zijn, kun je de effectiviteit van beleid vergroten. In 6 casussen leggen sprekers uit hoe ze de regels uit de gedragswetenschappen hebben toegepast in de praktijk. Zo nemen we een kijkje bij de Belastingdienst, die in 2009 als eerste overheidsorganisatie van Nederland aan de slag ging met een team gedragsverandering. En we werden de speedbootjes genoemd die op verkenning moesten voor die grote olietanker. In Noord-Brabant springen we op de fiets, waar het met de app B-Riders is gelukt om autorijders fietsend naar het werk te krijgen. En herken je dit soort taferelen? Met gedragsinterventies ging Rijkswaterstaat boosdoeners te lijf. De meest succesvolle interventies leiden tot wel 50% minder afval naast de container. Verder leer je hoe de gemeente Amsterdam zijn burgers gezonder wil maken door de stad anders in te richten. En nemen we je mee naar het Hoge Noorden om te zien hoe werknemers van de NAM zich veiliger gingen gedragen. Wij ontwikkelden een interventie die het klokkenluiden uit het negatieve individuele haalde en in positief saamhorige groepsactiviteit veranderde. En in Hilversum duiken we het nachtleven in om te kijken hoe uitgaansoverlast wordt tegengegaan door te nudgen. We hebben rode lopers neergelegd en spiegels geplaatst op de plekken waar jongeren het uitgaansgebied, de cafés, betreden. Om zo meer feestelijke, prettige manier van omgaan op te wekken. Benieuwd geworden? Meld je dan gratis aan op omook.nl. En volg vanaf 25 oktober de MOOC Slim Beleid. Gedragskennis in de praktijk.